mensen, daar ben ik dan. De kwaliteitsvlogger, het is niet te geloven. Ik ben gewoon, ja, ze vroegen de kwaliteitsvlogger, daar ben ik gekomen, mensen. We gaan dus even alles laten zien op de mega kermis in Uden. En dan nu doen we het even met kennis. Dus we gaan even met kennis, gaan we even alles laten zien. Nou, dat wil je gewoon niet missen. Je klikt geen één andere video meer aan, omdat je gewoon hier helemaal bij gesproken bent over de mega kermis. Ja, maar echt mega. We hebben gisteren in Düsseldorf geweest. Nou, Düsseldorf is hier niks bij. Het is hier mega, mensen. Mega kermis. Uden, we gaan beginnen. We starten op de kinderkermis als eerste en daar komen we als eerste de babyvlucht tegen van Hout die weer net naar beneden gaat. Het is niet te geloven, ik heb ook altijd geluk. Reis door Toverland, ook present op de kinderkermis. En neer en op. En oh, die wordt net afgerend. Ik heb vandaag geluk weer aan mijn zij, mensen. En Milko die zorgt hier voor entertainment met K3 op de achtergrond, mensen. Ik denk dat hij zometeen mee gaat zingen met K3 en ook gaat dansen, denk ik. Nu is hij druk in de weer met een ballon. Ja, dan moet eigenlijk K3 draaien met 10.000 luchtballonnen natuurlijk. Jarno die houdt heel erg van zweefmolens. Nou, misschien houdt hij ook van deze zweefmolen. Ik denk dat deze voor Jarno precies hard genoeg gaat. Nou, de zweefmolen van Kramer is er niks bij. Ja, lekker wippen en heen en weer naar de safari trip van Rijnburg. En snorbolletjes als muziek, dat zeg ik. Walking waterbals zijn ook van de partij hier in Uden. Dit zijn de walking waterbals van de Voer. Nee, dat zeg ik helemaal verkeerd, mensen. Dat moet ik niet gaan doen, net of ik niet weet van wie deze zijn. En ik weet natuurlijk van wie die zijn. Dit is natuurlijk van Boers. Ja, Boers, mensen. Ja, zeker. Ja, moet ik het dan voor gaan zeggen? Dat is niet te geloven. Nee, ik was even nog aan het nadenken of het nou Boers was of Boersma. Dat kan je wel eens hebben natuurlijk. Maar die heeft er twee. En dit is één van de twee die ze dus hebben. Ze knallen weer door de bocht, mensen, bij Rezorama van de Voer. Een bekende zanger in Nederland heeft wel eens gezongen over deze attractie, namelijk. Iets met een vers kopje thee of zo. De zijkant. Nou, de vonken spatten er vanaf, mensen, want dit is de megaslide van Ron. Binnenkort moeten we eens een keer een battle gaan doen hier. Er staat al een poosje op de planning. Maar dan moeten we echt een keer gaan doen. Oh, er komt er nog in. Dragon als familieachtbaan hier. En ik dacht dat hij tegenwoordig van Lemmerman was. Want dat ging best wel snel hier met de wisselingen van exploitant. De laatste periode. En daar gaat hij. Jumbo 1 van Otterman. Otterman heeft namelijk twee Jumbo's en dit is dus de eerste. Dit is ook de allereerste Jumbo die hier in Nederland ging reizen. Terwijl gewoon iedereen hier dwars door beeld loopt, dat is niet te geloven. Ja, ik ben hier boven. Vlieg ook mee in de Jumbo! Met hele leuke jingles hier bij de Jumbo. Eigen gemaakte jingles. Die helemaal aangepast zijn op hun eigen stijl. Ja, dat kan ik wel waarderen hoor, dat vind ik vet. Kijk wel eens van Hoevenaals en dan daarnaast de Amazone Rusbaan. De jongens niet vergeten. Zoenen. Ja, je kan hier lekker zoenen, zeg maar dat onder de kap, hè. Ah, lekker even een beetje auto wassen natuurlijk. Oh, dit gaat weer over de muziek, hè. Ik moet niet even over de muziek praten. Hij gaat even lekker een rondje achteruit natuurlijk. Dit is een rustbaan die best wel hard gaat. Ik heb hem wel eens verschillende keren gedaan, heeft wel eens goed gestaan. Lekker een beetje roken bij. Oh, heerlijk. En het is ook een hele mooie rustbaan. Ik heb wel eens mensen horen zeggen, ja, dit is de mooiste rustbaan van Nederland. Nou, dat vind ik dan weer net niet. Maar mooi is hij wel, hoor.
Verstappen komt hier ook even door de bocht. Kijk, daar komt hij hoor. Bij de miniscooter. Heerlijke poffertjes bij Van Meteler mensen. En bier en wijn. Maar ja, daar komen we nog later wel op terug, denk ik. En daarnaast Adventureland. Dat is de buggy van Van Dam. Nu weer op de hedendaagse kermis aangekomen. En dat doen we met twee kramen. En dan gaan we richting het volgende plein. Waar alweer twee, drie, vier grote vermaakzaken op staan, op ons staan te wachten. World of the Living Dinosaurs. Van Veldhuis staat hier ook prachtige zaken om te doen. Met name voor de wat jongere mensen. Slash kinderen is het leuk om te doen. Ja, we hebben een poosje geleden in Zürich Zee gehad. Nou, dat was geen pretje hoor mensen. Dat was echt geen pretje. Maar dit is de wat vriendelijkere variant. De Tornado van der Wiel hier op de kermis in Uden. Vroeger, tenminste een aantal jaar geleden, hadden ze nog een flipper van Hus staan hier in Uden. Dat was namelijk de flipper van Split, die hadden ze naar Duitsland laten komen. Nu staat dus de Nederlandse variant en dan de niet-Hus variant. Die van der Wiel. Ook helemaal niks mis mee hoor mensen. Star Wars, waar helaas geen beweging in te krijgen is, die is gewoon te rustig op dit plein helaas. Maar wel een mooie zaak en ja, niks mis mee mensen, ik doe hem altijd graag. Wel slim dat ze op dit plein een hoge zaak neerzetten, want dat heeft dit plein nodig om het publiek er een beetje naartoe te trekken. Alleen weet ik niet of het nou echt zo helpt. Het is de No Limit van Reken. Altijd veel in Duitsland te vinden, weinig in Nederland, maar hij heeft nu dit jaar eens een keer gekozen om hier, zo, dat was op zijn kop door het station, om hier in Uden te staan, de mega kermis. Op het volgende plein aangekomen met wat spel eet en dat soort gedoe met daar lekkere verse vis en Snowjet 1 van Van de Veen die nieuwe ledspots heeft en daar zitten ze dan, die nieuwe ledspots. Ja, we hebben ze gewoon gespot. Mensen die nog niet weten hoe je het kan onderscheiden, Snowjet 2 heeft geen achterwand en Snowjet 1 heeft wel een achterwand, tenminste een tussenwand. Zo kan je ze uit elkaar halen. Oh, wat een lekker windje mensen. Oh, als je al vol gas gaat en je staat ernaast. Oh, heerlijk. En nu krijg je nog kouder. Hey, hey, hey. Jingle bell, jingle bell. Ja, da, 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 da. Wipeout staat hier ook mensen. Ja, wat is eigenlijk de bedoeling? Ik zal het nog een keertje uitleggen, want mensen die er, ja, niet iedereen weet dat misschien. Everybody. Er draait een balk rond, daar moet je dus overheen springen. Degene die als langs blijft staan op de stip, die heeft gewonnen. De geweldige powershirt van Louis van het Goed staat hier ook, gemaakt bij Zamprala. Draait een automatisch programma, maar is zo lekker om te doen mensen. Ik zit zelfs nu weer te twijfelen om straks nog eventjes te gaan doen hier, want ik vind het een fantastisch apparaatje. Het enige wat deze zaak nog wel mag verbeteren is de microfoonshow. Er mag wel meer microfoonshow bij naar mijn mening. Nog filmers dit jaar voor Uden en dat is Après-Ski Party van Meijer. Kwamen we natuurlijk ook tegen in Laren een tijdje geleden in het Gooi. Maar nu staat hij dus hier in Uden. Bijzonder om zijn dubbele glijbaan. Maar er zitten meer bijzondere dingen binnenin. Wil je weten wat er allemaal binnenin is? Dan moet je hem gewoon of doen. Of even de walkthrough kijken die ik vorig jaar gemaakt heb in Hilversum. Als autoscooter, zoals altijd, Electric Avenue. Volgens mij heeft deze autoscooter alle sporen opnieuw in de led gezet. En volgens mij was dat vorige keer nog niet dat ik deze tegenkwam. Ja, ziet er goed uit. Op naar de toekomst mensen, want dat is wel de toekomst ledverlichting.
Dauphin staat hier met de Around the World. Gebouwd door Van der Beek. Van der Beek ging toen ook eerst mee reizen. En later heeft Dauphin hem zeg maar overgenomen. Ja, maar zeker worden steeds een beetje drukker hier op de kermis in Uden, gelukkig. Ja, dit is echt een avondkermis, weet ik, dat Uden dat is. Dus in de avond is het hier het drukst. Ja, een Udense kermis zonder de tulpenpiep, dat is geen Udense kermis. Dus hij staat er ook dit jaar weer. Ja, de bekendste pluip van Nederland, hè. Daar kon ik jullie wel een beetje door man bij het hond. Rapie, rapie, met oké, let's go en oké, komt-ie. Maar ook natuurlijk Michael van Hoof, die hier groot fan van is van deze turbopolie. Maar hier in Uden zijn er ook heel veel mensen die de fan van zijn. Want altijd is hij hier gewoon vol, hè. Hij is hier rete populair, deze turbopolie. En ik snap het ook wel, want het is de beste polie van Nederland natuurlijk. Laten we wel even eerlijk wezen. Showtime van Frans van de Wiel staat hier ook in Uden en die kwamen later nu tegen in Etten-Leur, maar nu dus weer hier in Uden, de mooiste Efteling van Nederland, mensen. Dat is gewoon ver uit. Dat is de Bubble Tea. Ja, wij zijn groot fan van de Bubble Tea, maar Tony heeft weer even wat genomen. Eerst even, wat heb je genomen? Ik heb zwarte thee met groene appel en ananas bubbels. En? Lekker, echt lekker. Lekkere combinatie ook weer. Waarom moeten mensen hier iets gaan halen? Het is een verrassing voor in je mond. Klinkt heel raar, maar de bubbels die maken het de lijst leuk. Want je drinkt ze mee op en in die mond valt ze uit elkaar. Dus mensen, mocht je in Uden wonen, het is nieuw in Uden, ga even lekker halen bij Ariaans. Op het, Je komt het vanzelf tegen, als je de route volgt kom je vanzelf tegen. Tegenover de draaimolen. Tegenover de draaimolen met dat irritante orgel. Niks irritant. En volgende week ook in Tilburg. Ja, nu zitten we al te veel te verklappen, denk ik. Nou, wij komen langs in Tilburg. Zeker. Lekker man, kijk er nu al uit. Even wachten. Nog even wachten. Pizza. Ja, ik kan dat uren volhouden natuurlijk, mensen. We kunnen uren hier blijven staan wachten. Oh, lekker oliebolletje. Die moeten we ook eens een keer testen. Ik weet niet waar die nog meer altijd staat, maar die moeten we misschien eens een keer testen. En daar de Crazy Bike. Oh nee, het is een voetbalspel. Het Triolendorp, hier natuurlijk ook present. Hier allemaal spectaculaire optredens van de week. Daar hebben we een loterij. En dan hier de skibal met de bubble tea van Tony. Martin Witt is dat hier met de powerdancer. Ja, tenminste, hij heeft officieel volgens de borden nu weer breakdance. En die staat ook altijd in Volendam, daar kan je misschien wel horen aan de muziek. Want ze zeiden net tegen mij, we gaan alvast even oefenen voor Volendam, met Volendamse knijters draaien. Nou, dat is gelukt, Jan Smit, mensen, als de morgen is gekomen. Ja.
Wist je dat dit ook een van de twee breakdancers die nog huskruizen heeft? Mark Leek heeft nog huskruizen en deze powerdance ook. Voor de rest zijn ze allemaal over op zat of sunkit. Volgend jaar zou deze breakdance ook zat kruizen gaan krijgen. Als spookhuis Haunted Gastel van Lutjes. Heel mooi spookhuis is dat. Met een voorbouw erbij. Een stuk funhouse, zeg maar. Gaaf ding is dat. Reuzenrad is vervallend goed. Eigenlijk ook altijd vaste gast hier in Uden. Europarad is dat. Reuzenrad is gebouwd bij Nauta Bussing. En is 38 meter hoog. Net als vorig jaar de El Mundo hier. De Wellenvlucht van Nederland. Die van Thomassen is. Naast de Wellenvlucht dan Zanzibar, maar ja, alleen niet de Zanzibar die wij hoopten te zien. Nee, we hopen helemaal niks, maar dit is gewoon een pusher. Zanzibar staat er dan wel niet voor een punt sloot, maar wel Route de Paris. Heel mooi en goed glaasdolop. Moulin Rouge staat ook nog bij. Met een mooi waterparcours ervoor. Niks mis mee. Wil je meer zien van deze Route de Paris? Kijk dan binnenkort de reportage. Bij het kanaal Kermiskit. Die gaat deze in de attractie special behandelen. De muisbaan al jaren hier in Uden. De supermuis van de Voer. En ook dit jaar staat hij er weer. Het is een muisbaan gebouwd bij Reversol. En dat is de grote versie. En ook een mooi exemplaar hoor. Ah, Maaikes, de kamelenderby mensen. Oh, dat, is misschien, dat laatste stukje is misschien slecht, Belgisch. Maar hij komt in ieder geval uit België. Met op de schermen daar dan weer Duitse attracties afgebeeld. Maar het is wel een mooie kamelenrace, mensen. Altijd, die staat altijd in, sowieso in Uden en ook in Weert, volgens mij. Draaien we verder het straatje in waar veel gaten zijn. Dat is wel opvallend. Daar gaan we straks even een lekker wijntje nuttigen, mensen. Nou mensen, wij zitten bij de carouselbar, denk ik dat het zo heet. Volgens mij wel, ja. En ja, Tony is begonnen op Facebook, zei hij van wij moeten hier een biertje gaan drinken. Patrick en Raymond. Maar ik, ja, ik drink geen bier meer, dus ik zeg, nou dan wil ik wel wijn. Toen hoorden wij ineens dat ze hier ook wijn hadden, mensen. Nou, dat vind ik interessant, dus ik dacht... Uit de mond van Schagen, gezelligheid, weet je wel. Ja, precies. Ik neem een wijntje. Zoete witte wijn, mensen. Tony zei dat hij lekker is, maar ik zal het zelf even testen natuurlijk. Hè. Als professioneel wijndrinker. Oh ja, nee, die is heel lekker. Ja? Oh, die is heel lekker. Ja? Ja, dit is gevaarlijk. Goed koud ook. Ja, hij is goed koud. Mooi. Ja, mijn biertje ook. Ja, rapen. Bier mag wel noemen. Maar zijn we hier dus verschillende bieren, heb ik me laten vertellen. Wijnen, verschillende wijnen. Dus mocht je nou een lekker wijntje willen drinken of een lekker biertje, mensen, echt alleen maar boven de 16, of wat is dat tegenwoordig? 18? 18. 18 is het tegenwoordig. Ja. 18. Oh ja, dus dan moet je dat niet doen. En ook eens je gaan rijden. Nee. Dat moet je ook niet doen. Ja, eentje kan, maar niet te veel. Dus ja, het is voor mij gevaarlijk, dus ik hou het ook bij eentje. Maar als ik een keertje naast iemand zit, dan kan ik een keertje wat meer drinken, denk ik. Dan kan die best gezellig worden. Zoals in Schagen. Zoals in Schagen, dat was ook gezellig. We kwamen hem in best voor de eerste keer tegen en nu voor de tweede keer. Het is de basejumper van Remco Pals. Jumper gebouwd bij Sartori. Vorig jaar stond hier de dancejumper. En nu dus weer deze basejumper. We'll be right back.
van Nederland staat hier gewoon in Uden. Ze hebben vroeger altijd wel veel gewisseld met Booster Maxen. Ik weet dat Hoefnagels hier wel eens gestaan heeft en Boos heeft hier wel eens gestaan. Maar de laatste jaren is hij gewoon vast voor de voer. Zoals nu dus ook. En hij gaat nu vol gas. Is een goede booster ook hoor. En staat ook goed opgesteld. Ik denk alleen dat de No Limit en de booster wel wat last van elkaar hebben. We zien mensen toch wel als één en hetzelfde, terwijl er een heel groot verschil in zit. Een aantal jaar geleden heb ik het wel eens over dat laatste plein gehad. Van ja, daar moeten ze eigenlijk een hoge zaak neerzetten, omdat mensen daar nog naartoe moeten kunnen gaan, zeg maar, omdat het te weinig aandacht trekt. Dit jaar hebben ze dat heel goed gedaan door de Booster Max precies in de loop, zeg maar, neer te zetten. Precies in ieder geval op een plaats dat je hem ziet en dat mensen nog weten dat daar kermis is. En daardoor denk ik dat het laatste plein heel erg goed in trek is door die booster. Dus ze leren hier wel in Uden. Of ze hebben natuurlijk gewoon de video gekeken. Dat zou natuurlijk ook gewoon kunnen, hè? We hebben tussen de vorige kermis en deze kermis, tenminste net voor de vorige kermis, dat was Renen. Hebben ze, dat was tussen Schagen en Renen dan, hebben ze het podium aangepakt, mensen. Mooie bestikkering erop. Ziet er goed uit, lekker fris. En dat was de kermis hier in Uden, de mega kermis en mega, oh hij was toch mega mensen. Nee, het is helemaal geen mega kermis, maar ze noemen het zo. Mooie kermis, hier en daar wat opstellingsdingetjes dat ik denk van ja, dat kan alsnog beter, maar ja, die hou je eigenlijk altijd. Blijf de No Limit moet eigenlijk wat meer aantrekkingskracht krijgen, waar de tornado ook staat en zo. Dat is ook nog een alles puntje komen staan de aankomende jaren dat ze aan gaan werken. Beste show, dat is lastig, want zoveel goede shows waren niet. Er zitten twijfel tussen drie attracties. De Turbopoliep. Bijzondere shows, laten we daar op houden. De Booster Max gaf ook goede shows. Maar ik denk toch dat de laatste gaat winnen, waar ik dus aan te twijfelen. En dat is vanwege drie keer roken in één rit. Of het speciaal voor de video was of niet, dat weet ik niet. Maar zou kunnen. De No Limit, die wint hier de beste show, mensen. Bedankt voor kijken. Binnenkort komen er nog meer spectaculaire video's aan van hele goede, mooie kermissen. Dus abonneer op de kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer.